Robert, jij zit met jouw bedrijf Roosbeen in Spanje. Wat doen jullie daar? Wij verkopen huizen en adviseren mensen bij de aankoop van een huis aan de Costa Blanca en Costa Calida. Oké, dat zijn de regio's waar jij verantwoordelijk voor bent. Inderdaad. Ja. Er zijn er natuurlijk heel veel kustplaatsen in Spanje, maar wat is het verschil? Nou, los van de kustplaatsen heb je kusten, zoals bijvoorbeeld de Costa Brava bij Barcelona, Costa Blanca waar wij zitten en de Costa del Sol, bijvoorbeeld Malaga, Marbella. Ja. Het grootste verschil is eigenlijk dat de Costa Brava is goed te doen met de auto nog vanuit Nederland en België. Hoe lang rij je erover dan? 1600 kilometer. Oh, dus. Dat is nog te doen. Ja. Het weer is iets minder natuurlijk dan hoe zuidelijk je gaat. Costa Blanca, echt het Middellandse zeeklimaat. Costa del Sol, ook een heerlijk klimaat. Alleen voor en na zoek kan iets frisser zijn door de invloed van de Atlantische Oceaan. Dat is wel goed om te weten, want ik denk gewoon, ik ga naar Spanje. Maar Spanje is een heel groot land natuurlijk. Ja, dat is absoluut. Het binnenland is natuurlijk ook hartstikke mooi. Is ook hartstikke mooi. Steeds meer mensen zoeken ook het binnenland op. Maar ik moet toch nog eigenlijk wel zeggen dat het grote deel van de mensen vaak zon, zee en strand zoekt. Ja. Nou, watersport is natuurlijk enorm populair. In Spanje ook onder andere. Maar wat voor dingen zijn er nog meer te doen, behalve op het water? Erg belangrijk in Spanje natuurlijk de gastronomie en de lokale feesten. Je hebt ontzettend veel lokale feesten, lokale marktjes ook, wat veel mensen erg leuk vinden. Er is elke dag wel eigenlijk een markt waar je heen kan gaan. Ja, er is van alles te doen. Ja, nou, vrouwen houden daarvan. Ja. Lekker shoppen. En mannen ook steeds meer. Trouwens. Oh ja, steeds meer, ja, dat is waar. En tapas natuurlijk. En tapas, ja. Ja, ja, ja. Robert, van A tot Z nemen jullie het aankoopproces helemaal op je. Ja. Wat doen jullie nog buiten dat? Wij doen onder andere verzekeringen. Alarminstallaties, we gaan met de mensen mee meubels kopen, want de meeste mensen die naar Spanje komen kennen de weg niet. Nee. En wij inmiddels na 14 jaar kennen de weg redelijk goed. En de sluiproutes ook. Ja, inderdaad, klopt. Maar vooral ook als de aankoop eenmaal helemaal rond is, dan zijn jullie er ook nog, toch? Echt, ja, voor de mensen. Klopt. Wij zijn eigenlijk voor het merendeel van de klanten zijn wij fiscaal vertegenwoordiger. Dat betekent het aanspreekpunt voor niet-residenten voor de Belastingdienst in Spanje. Zorgen ook de aangifte en eigenlijk alles wat erbij komt kijken. Hoe belangrijk is het eigenlijk om een Nederlander hierbij te betrekken die dus het regelt? Nou, ik denk dat het toch wel belangrijk is, omdat het merendeel van de mensen op het moment dat ze het huis kopen nog geen Spaans praten. En de wetten zijn anders. Bijvoorbeeld te geven, de regels zijn ook anders. De notaris heeft geen onderzoeksplicht zoals in Nederland. Dus ik denk dat het wel belangrijk is. Zijn er nog meer dingen waar we rekening mee zouden moeten houden? Ja, heel veel dingen. Dan zou je even op mijn website moeten kijken. Ja, dat is een goeie, ja. Dankjewel.